Goedemorgen. Ga je het nieuws proberen? Ik heb ontzettend brandend oog. Heel goed. Even kijken, even een beetje primer opdoen. Omdat ik altijd een beetje hier die textuur wil wegwerken. Het gaat viral. En ik kreeg hem gisteren. Dus eerst concealer. We laten de echt ontzettend erg met het oog ineens. What the fuck? Dit zou een dupe zijn voor die van Charlotte Tilbury. Die heb ik niet. Ik heb heel weinig van Charlotte Tilbury. Maar we gaan deze gewoon proberen. Dit is de kleur Light. Moet je het schudden, denk je? Het is een hele grote doofvoet, maar het zit relatief weinig op, hoor. Nou, zo is wel genoeg toch. Even een andere kwast pakken. Waar is mijn kwast? Deze. Het geeft heel weinig dekking. Dat doet volgens mij die van Charlotte Tilbury ook niet. Heel veel dekking geeft, bedoel ik. Oké. Het is behoorlijk dewy. Eerlijk is eerlijk. Het is behoorlijk dewy. Maar dat is volgens mij de bedoeling. Ik dacht eerst de kleur gaat een beetje te geel zijn. Maar die werkt op zich wel mooi weg. Ik ga even de Elf Camo Concealer Foundation gebruiken. De CC Cream, laat ik het zo zeggen. En ik gebruik één pompje voor het hele gezicht. Want dit is een foundation, CC cream, die ik normaal te droog vind voor mijn droge oudere huid. Dus we gaan kijken wat deze ermee doet. Vooralsnog denk ik, oké, het is natuurlijk op zich weinig foundation.
Heel even bij de vlek een beetje ophouden. Oké. Wat vinden we ervan? Ik vind het heel mooi. Het laat echt een sheen achter. Zelfs bij deze. Dus in combinatie. Want deze heb ik ook geprobeerd met van die dewdrops. En om een shiny primer erheen te doen. En een skin enhancer. En deze lijkt het wel heel goed op te pakken eigenlijk. Het ziet er mooi uit. Een beetje extra blend. Dat doe ik altijd om even de... Ik heb van die eindrimpels hier. Ja, ik vind het heel mooi. Wat ik er nu van kan zien, vind ik het een heel mooi product. Het blendt fijn in. Het geeft echt een, met een dun laagje foundation overheen, shijnt het echt mooi door. Ja. Ja. Heel fijn. Nou. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Het ziet er niet overdreven dewy uit. Heel gezond voor iemand met een extreem droge huid. Kijk hier die doe. Oké, okay. Ik heb deze besteld op de Elf website. Daarbij kwam niet, kwamen geen douanekosten en dat heb ik nooit bij Elf. Dat doet mij vermoeden dat Elf een Europees distributiekanaal heeft. De bezorgkosten zijn wel wat... Want deze kost volgens mij €14 voor mij. En ik moest nu €21,50 betalen met bezorgkosten. Dus als je bij Elf gaat bestellen, bestel dan... In ieder geval zodat je gratis bezorging krijgt. Of dat de bezorging de moeite waard is. Het maakte dit product wel wat duurder. Maar ik vind het wel de moeite waard. Ik had hier sowieso wel €25 voor neergeteld. Maar ik heb nu 3 keer bij de Elf website besteld. De Luminous Putty blusjes heb ik natuurlijk. En daarvoor had ik gewoon een soort basisbestelling gedaan. Met dingen die ik nog niet had. En die dan zeg maar nog niet hier bij de doeklas liggen. Want deze is nog niet bij de doeklas. De putty blushes ook niet. De luminous blushes. Ik heb nog nooit douanekosten, inklaringskosten, wet, B2 extra moeten betalen. Dus het doet mij vermoeden dat er een Europees distributie iets is. Kan omhoog. Dat was het voor vandaag. De Elf Halo Glow Liquid Filter. Ja, het geeft een glowy filter. Absoluut. Heel glowy. Nou, heel glowy. Dit was hem. Leuk dat je keek naar mijn Hoop YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei. Muah.